Deze Samothrace Hero, die de ereplaats kreeg in het salon van de Notelaar, toont meteen waar Vic Gentils voor stond. Van bestaande ruwe onderdelen maakte hij een geheel nieuwe creatie, of zoals hier een eigen versie van een bestaand beeld uit het oude Griekenland. Of nog religieuze beelden, zoals een zwarte Madonna van Hingene. Het idee voor dat creatieproces kreeg hij eerder toevallig. Een vriend van hem, een kunstenaar, die bracht op een gegeven moment een partij lijsten en vergulde lijsten. En hij zag die, hij woonde toen in Antwerpen op het zand, en hij zag die liggen en de zon scheen daarop. En toen zag hij eigenlijk zijn werk voor zich en toen is hij dus werk beginnen maken met lijsten en gebrand hout ook. En dan die vergulde lijsten. En dan is dat langzamerhand gegroeid naar... Ja, de menselijke figuur die daar min of meer in gekomen is, met piano's beginnen werken. Vic Gentils verhuisde naar de Notelaar met zijn gezin, maar werken deed hij op een ark die vlakbij lag afgemeerd. Hij was bijzonder productief en liep vooruit op zijn tijd. Dit is zijn zelfportret Piano Vic. Hij overleed 10 jaar geleden, een gigantisch uiver achterlatend, tot in het Museum of Modern Art in New York. En een deel van zijn inspiratie was deze historische plek aan de Schelde. Op een gegeven moment kon hij dan dat kasteeltje of dat klein paviljoen, die jachtpaviljoen, kopen. En dat inspireerde hem dan ook. De natuur is hier fantastisch en we zitten nu niet in de rotonde. Dat is een prachtig zicht. Ik denk dat er geen mooier zicht op de Schelde bestaat dan hier in Hingen. Klein maar fijn of groot en indrukwekkend, u mag zelf kiezen. Dit schaakspel op mensengrootte maakt deel uit van de vaste collectie van het Middelheim Museum in Antwerpen. Gentils eigenzinnige visie op koningen en koninginnen, torens en lopers, paarden en gewone pionnen. Het domineert het grote salon in het op loopafstand van de Notelaar gelegen kasteel. De grotere werken van de tentoonstelling staan hier in het kasteel Bursel. Dat is ook logisch, want wij hebben meer ruimte dan onze collega's van de Notelaar. En je ziet dat het hier heel mooi tot zijn recht komt in deze ruimte. Bovendien openen we aanstaande zondag de eerste verdieping van het kasteel, pas gerestaureerd en voor het eerst toegankelijk voor het publiek. Dus dat is een mooie combinatie tussen die twee activiteiten. Tijdens zijn verblijf in Hingene werd Vic Gentils getroffen door een hartinfarct. The Great Ray Charles is het eerste grote werk dat hij nadien maakte en straalt levensvreugde uit in voor Gentils opvallend felle kleuren, de pop art indachtig. De tentoonstelling is voor de eerste keer te zien op Open Monumentendag en loopt nog tot 11 november op beide locaties.